Vizepräsident Ronnie Brunswijk ist ernstig misnoegd, maar ook nog verbaasd over de uitlatingen van topatleet Miguel van Assen op social media. Daar zou Van Assen hebben aangegeven in de steek te zijn gelaten door de vicepresident en DNA-voorzitter Marinus B. En dat hij ook niet de nodige ondersteuning krijgt vanuit de regering om zijn topprestaties te leveren. De vicepresident doet uit de doeken aan TBN Prime Alert dat hij vanaf Van Assen topprestaties levert voor Suriname, steeds te hebben omgekeken naar de topatleet. Wat hem ook zeer verbaast is dat er in Raad van Ministers ook nog is besloten voordat Van Assen naar social media stapte om zijn relaas te doen, besloten is dat hij ook nog wordt de functie krijgt van beleidsadviseur en wel met een topsalaris. Vandaar dat de vicepresident het ernstig dat de vicepresident het vreemd vindt dat deze jonge topatleet dergelijke uitspraken heeft gedaan op social media. Ik vraag mij af of ik het dan nog moet doordrukken dat hij de functie krijgt van beleidsadviseur, zegt de vicepresident aan TBN Prime Alert. Een heleboel discussies na de reactie op social media van topatleet Miguel van Assen. Ook uw naam is daar genoemd, al zou hij ook bij u hebben aangeklopt, maar dat hij daar ook geen behoorlijke doorgang heeft gehad. Mogen we een reactie van u hierop? Nou, in ieder geval eigenlijk wil ik bijna niet reageren hierop. Omdat ik weet niet wat met Miguel is gebeurd. Misschien is hij een beetje gefrustreerd. Maar in ieder geval, ik mag u zeggen, vanaf hij bezig was te oefenen met atleten, heb ik hem ondersteund. Tot de dag van vandaag. Ja, ieder weet dat toen hij goud heeft gewonnen, heb ik een hele organisatie op touw gezet. Sanderij, Marowijnen, alles. En ik heb ook vanaf toen hem elke maand geld gegeven. Mijn moeder zegt, nee, hij is te jong, hij mag niet zoveel geld krijgen. Maar ik heb hem vanaf toen maandelijks bijgestaan. Ik heb een huis gehuurd in Marowijnen voor hem en zijn trainer. Jarenlang. Uiteindelijk hebben wij... Niet wij, ik dan althans, waar stel ik dat hij een huis kan krijgen. Hij heeft een huis gehad. Hij heeft een huis gehad. Ik heb een auto voor hem gekocht. En toen was hij nog jong, heeft die moeder die auto genomen. Ja. Maar in ieder geval, totdat mijn hoefdraad zegt van, ik neem de zorg van die jongen over. Ik neem de zorg van Assen, ik neem het persoonlijk, ik neem het over. En hoefdraad betaalde toen alles voor hem, huur, hij moest naar de dokter gaan, want hij was ziek. Ik heb al die app nog hier en ik heb met de minister van toen minister van Financiën constant in contact getreden om hem te helpen, want hij had een probleem met zijn hart en alles is betaald voor hem. Totdat hoofddraad in de problemen is gekomen, heb ik begrepen dat hij zijn huur niet meer kon betalen. Maar na een aantal maanden pas kwam hij bij mij aankloppen, meneer de vicepresident, ik kan mijn huur niet betalen, maar hij kwam zo agressief binnen. Ik zeg maar, als je een probleem hebt, moet je rustig komen praten. Dus in ieder geval is hij gekomen, hebben we gesproken. En toen was zijn achterstand voor mij 28.000. Anders moet hij de volgende dag uit het huis. Ik zeg geen probleem, we gaan voor je betalen. Ik heb het voor hem betaald. Ik heb gezegd, elke maand mag je dat geld komen halen voor je huishuur. En als er nog een ander probleem is, dan gaan we kijken. Maar tot laatst nog, ik weet niet wat er 2 weken of 3 weken geleden is hij gekomen bij mij. Toen is die moeder overleden, is zo'n familie van ons. Heb hem ook geholpen. Dus ik weet niet wat nu aan de hand is dat hij
hij het probleem heeft om dit verhaal te vertellen. Maar in ieder geval, ik weet niet wat er aan de hand is met hem. Ja. Maar in ieder geval, we hebben constant gekeken naar deze jongen. Ja, wat de regering betreft, dat moet dan met dit een eye-open zijn om te kijken naar integraal hoor. Alle sport is. Ja, dus dat alle sport is, niet dat individu, maar dat wij beleid moeten schrijven over wat kunnen we doen met wat voor beleid kan we loslaten op die sportgebeuren of sportmensen, mensen die in de sport willen zijn als ze iets hebben bereikt, wat moet het beleid zijn? Dus dit is een moment om dit te meten en dan gaat de regering een besluit moeten nemen. Samen met Ros, om te kijken. Allemaal, integraal, we gaan niet één pakken, maar we gaan alle sporters pakken. Zwemmers, die een bijdrage gaan leveren voor Suriname. Dus dit is een eye-opener voor ons. Dan, omdat hij, dat we zeg maar, ik vind het wel jammer dat hij zegt dat niemand hem heeft geholpen. En niemand kijkt naar hem. Dus daarvan... Het kan zijn dat hij niet de nodige aandacht heeft gehad van de regering of zo, maar in ieder geval, de regering is altijd bereid. Ik heb hem laatst nog gezien bij de president. Hij was beneden. Ik heb zelf de president gezegd van meneer Assan is beneden. Ik heb hem zelf naar binnen gebracht. En we hebben met de president gesproken. Hoe kunnen we deze jonge man, dus deze individu helpen om een beetje vrij te zijn? En toen hebben we een besluit genomen dat in ieder geval we Ros, minister van Ros, vragen om hem is al in dienst. Maar laten we kijken wat wij nog voor hem kan doen als een topsporter. Dus dat hij uw naam heeft genoemd en dat van meneer B, dat vindt u dus dan niet echt op zijn plaats? Nou, hij mag mijn naam noemen. Ik weet niet, man. Dan moet hij ook zeggen die positieve dingen die we voor hem hebben gedaan. Het kan niet zo zijn dat je elke keer wanneer je bij me komt, dan verwacht je dat ik al je problemen voor je gaat oplossen. Het kan zijn dat je komt op een dag die inderdaad het goed is, dan wordt het opgelost. Maar je komt op een dag die ik ook niks heb, kan ik ook niks aan doen. Dus ik weet dat meneer B, dat wij deze jongeman altijd 100% hebben gesteund. En we blijven hem ondersteunen. Maar in ieder geval, ik vind het niet correct dat hij, ja, dit en dat. Nee hoor. Maar kijk, hij is een jonge man, dus we gaan niet zo zwart tillen aan wat hij gezegd heeft. We willen hem blijven ondersteunen en begeleiden. Dus als er iets mis is, laat hij mag altijd komen, als het vroeger was. Want hij mag gewoon vrij thuis komen, hij weet het. Dus als er een probleem is, kon hij thuis komen. Ik dacht, meneer Brunswijk, ik ben verlegen, ik moet iets doen. Dan kijken we hoe ver we kunnen helpen. Maar in ieder geval, ik wil ook zeggen, verklappen hier, dat gisteren, woensdag, de minister van regionale ontwikkeling zijn raad voor staat heeft gezien, wat de president heeft gezegd. En hij is beleidsadviseur geworden gisteren. Beleidsadviseur eerste klasse. Maar dus wist hij dat niet? Ik weet niet, maar dat, dus, ik zeg maar, wat moet ik dat nog tekenen als ik zo word... beschuldigd, terwijl we moeite maken voor hem dat hij iets kan doen. Maar ik zeg, ik wil niet voor een individu, ik wil dat integraal aanpakken. Maar de president heeft opdracht gegeven, meneer Brunswijk, VP, kijk wat we voor deze jongen gaan betekenen. En dat hebben wij gedaan. Gisteren heb ik het goed gekeurd in de OPA. En is ook bekrachtigd in de RVM gisteren. Iedereen heeft gezien dat van Assen, vanaf... ik denk vanaf 1 januari, wat te rekenen, vanaf 1 januari zelf. Beleidsadviseur is geworden. En als hij zich zo opstelt, dan weet ik niet of ik dat nog moet doordrukken of zo. Zoals als van Assen, ik was in Katar, mijn jeepje en terwijl mijn jeepje. Ik verstaan? Maar als je dat mijn jeepje moet houden, dus ik is het politiek, mijn jeepje, dan was mijn mommie. Stop. Ja? Den tori bi be kosmi to. Eh. Bi den ye tuni ba lu kuya. Asu tu anga amon bi be tai. Waro da ti amon mi ogi mam na mamba asu yitire.
Je wil gewoon daar wakker zijn. Heb je wakker wakker zijn? Wakker. 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 Taxi da moya tu. Taxi da moya. Eh, uno no social sac fu fu di media la dei. Ali na yo am porti manda meu EP. E que me oi. Ai, mane ala sa. Ai no fenya la ina la meu guia, te vinho guia antes vai. Ya da tan da ba ki. Yu maulen? La ngara ko. Tu ida so 500 dai suku ba nyang. Da wagi ta wi ki mi lu kuyi. Mai na ko mo yesa imdu. Ye no. Di opo wang profino po wang wan stek te na pe. Da na pe imgo no. Da di wang probe fi da joski fe na jo ye bi ba ya wagi. Da de fi ko mo. Frau finanziamento? Da nyun canto de na herestrat na waika. Na pe ide? Na pe ide ala di sma yu fi aja pe sma ya pe da jota yun de ikon. Da te na pe. Da jota ke problem da fo na wagi mon bai da jota pi bayen. Da na mimo da na stick to ye pi. A u sete. No tan da bi wanti me. Ye no no fi no mon ko bala sa da simu fi bo hi tem da ki na san fu nyen ta ki te kontak sa ikon. Da me ye pi ne mi ye pi. Abon. Tá bom.